Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Fan Friday video. Vandaag gaan we zo'n ontzettende, spannende en leuke challenge doen. Ik ga namelijk samen met Bibi 24 uur lang proberen te overleven in een gigantisch, grote, mega roze limousine. Woe! Dat gaat zo ongelooflijk leuk worden. Maar allereerst heb ik nog een challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar met welke hand? Dat hangt ervan af. Kijk eens eventjes heel goed om je heen. En zie je de kleur roze? Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En lukt het je niet om de kleur roze in je omgeving te spotten? Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Vergeet daarbij ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Woehoe. Fanart! Zoals je kunt zien komen hier naast me prachtige fanarts langs die door jullie zijn gemaakt deze afgelopen week. Iedere week komen er weer nieuwe fanarts bij en ik vind ze altijd echt geweldig om te zien. En ik weet dat jullie het ook heel erg leuk vinden om kans te maken om in een Fan Friday te komen met jouw creatie. Wil je dat nou ook? Zorg er dan zeker eventjes voor dat je je fanart op Instagram plaatst, mijn account erin tagt en dat jouw account niet op privé staat. En wie weet zie je hem wel weer terug in de aflevering van volgende week. Ik ben jullie stuk voor stuk echt heel erg dankbaar voor het maken van deze super mooie fanart. En dan is het nu meteen tijd voor het volgende gedeelte. En dan ook meteen de hele spannende 24-hour limo challenge. Yay! Ik sta hier in een prachtig parkje. Het is zulk mooi weer. En vandaag ga ik iets geweldigs doen. Maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Bibi! Woo! Oh, Bibi, wat gaan we vandaag doen? Wij gaan vandaag iets heel bijzonders doen. Ja. Wij gaan vandaag 24 uur overleven in een limousine. Wow! Wow. Cool. Kijk naar hoe ontzettend gaaf die eruit ziet. En het is niet zomaar een limo, het is een roze limo. En dat is natuurlijk jouw favoriete kleur, toch? Nee. Oh, nee. Oké, maar het is wel een hele tof limo. Het is een hele tof limo, ja, zeker. Oh, wacht, laten we gewoon eventjes kijken naar hoe groot die echt is. Wacht, we gaan er zo eventjes naast staan. Ik begin hier. Dit is de startlijn. Ja, en dan? En we lopen. We lopen. We lopen. Normale auto op dit opzicht, ja. Roze auto, maar normale lengte. Maar we gaan door. Ja. We blijven doorlopen. Bibi, hij houdt niet op, jongens. Jongens. Oké, de finishlijn is nabij. En hier. Finish. Wow. Klaar. Wat een gigantische auto. Het is echt een super stretched limo. En we willen ook nog heel erg graag Jan de Limoman bedanken. Want hij heeft ervoor gezorgd dat wij dus 24 uur lang in deze limo mogen zitten. Super lief van hem. En het ziet er prachtig uit. Volgens mij is het bijna tijd om te beginnen. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik ben er klaar voor. We hebben hier een aantal spullen liggen. Dat is natuurlijk wel handig voor de hele challenge. Daar is alles in verzameld. Dus we gaan aftellen. 3, 2, 1, go! Yes! Oké, ik doe hem open. Oh my god, het ziet er zo gaaf uit! Oh, wat die lichtjes! Ja, ik ga erin klimmen. Bibi, kom erbij, kom erachteraan. Ja! Wow! Het ziet er super gaaf uit! Heel cool! Oh, de stoelen zitten ook zo ontzettend lekker. Echt lekker zacht, joh. Wat heerlijk. Oh my goodness. Oh, zo leuk. Ben je blij? Ja, helemaal. Ja, ik ben ook blij. We zitten nu in de limousine. Ik kan het niet geloven. Hé, ik kan de cameraman of vrouw zijn. En Bibi, jij kan een tour geven door de limo. Dus, gaan we doen. Laat eens even zien wat er allemaal te vinden is. Oké. Vooral heel veel roze, ja? Maar dat zag je niet. Ja. En we hebben hier deze hele lekkere bank waar je heerlijk op kan liggen. Oh, je ligt ook lekker in het zonnetje. Ja, en hier wil ik heel graag gaan slapen. Nee. Dat wil ik heel graag. Nee, daar ga ik slapen, want hier kan ik lekker op stretchen. Hier, ik kan daar ook lekker op stretchen. Kijk, hier word ik echt zo licht. Nee, joh, dat past wel. Nee, joh. Nou, dat gaan we nog wel eventjes uitvechten vanavond. Is goed. Ik ga sowieso binnen. En dan? En dan hebben we hier een mooie bar. Wow. Kijk naar al die lampjes ook. Super leuke regenboog. Hier die lampjes en een plafond zelfs. Oh my goodness. Heel leuk. Oh. Roze. Natuurlijk. Wow. En blauw. Van alles. Helemaal leuk. We hebben hier drankjes. Ja. Kinderchampagne. Oh, lekker. Welke smaak is het? Appel. Oh, het is echt, echt prachtig. Mooi. Ik zag het tegelijkertijd. We hebben hier een scherm. Dus we kunnen lekker film kijken. Ja. Dat gaan we dan vanavond doen, want het is nu een beetje te licht daarvoor. Ja. En ik zie ook speakers. Dus dat betekent dat we lekker muziek kunnen maken. En dat betekent ook... Party! Party!
Dit gaat sowieso een hele leuke dag worden. Ik denk dat het wel gaat lukken om ons te vermaken. Gaat helemaal goed komen. En dan nu? Nou, we hebben hier zoveel leuke dingen om te doen. Ja! Dus ik heb wel een heel goed idee wat we kunnen doen. Oké. Okay. Namelijk even onze telefoons checken. Ja, gewoon op Instagram zitten. Ja, exactly. Ja. Ja, dat heb ik nog niet gedaan vanochtend. Dus goed idee. Goed, ik heb hier alle spullen eventjes neergelegd in de auto. Ze stonden hier buiten, dus ik hoefde er technisch gezien niet uit. Goeie oplossing. En Bibi, ik heb een leuk ideetje. Hou je een beetje van voetbal? Ja, heel erg. Ja, kijk eens wat daar staat. Een mini goal. Ja, alleen om nou echt te voetballen is het een beetje lastig. Dat gaat een beetje lastig worden. Ja, ik ga proberen om het balletje in de goal te krijgen, maar dan mag jij keeper zijn. Okay. Maar dan moet je er gewoon eventjes naast zitten naast en dan zitten. Ja, met je hand. Want anders is het te moeilijk, denk ik wel. Ja. Ik zit er klaar voor. Ben jij er klaar voor? Ja. Ik ga hard gooien hoor. 3, 2, 1. En 3, 2. Ha! En go! Yes! En wow! Oké, wil jij proberen of je goal kan maken? Gaan we omruilen. Yes, ik ga deze kant op. Oké, mag jij deze vasthouden? Spannend. Hier, alsjeblieft. Ik heb hem. Ja? Ik zit klaar. Komt ik ben het eng. Ja? Oké, ja. Ja? Yes! Dat is een hele mooie catch. Nog een keer. Oh! Hey Jan! Gaan we weer. Hopelijk gaat het nu lukken. Oh, hij ging er doorheen. Dat was echt heel cool. Ja. Bibi, wat doe je nu? Ja, de verveling slaat toe. We zitten er nog maar net in. We moeten nog iets van 22 uur of zo. Oh, help. Oh, ja. Oh, help. Oh, wacht. Ik ga, vraag me af of het me gaat lukken om het hierin te krijgen. Wat zeg je? Zeg je ja of nee? Bij de tweede poging gaat het je lukken. Ja, bij de tweede? Oké, dan moet het sowieso bij de eerste lukken. 3, 2, 1. Oh! In de kleine. Wow. Nog, hè? Probeer jij het maar. Oké, ik ga proberen. Moet ik onderhands gooien? Oh, bijna, bijna. Bijna. Goal! Ja, goal! Ja, ha, we hebben de gitaar eventjes hier neergezet. Gitaar? Ja, dat is grappig. Dat doe ik helemaal niet. We hebben de camera eventjes hier neergezet. En zoals je kunt zien, hebben we hier een gitaar. Het was een beetje lastig om het uit de gitaarcase te krijgen. Maar het is ons gelukt. Ja, het zweet staat op ons voorhoofd. Wat we hebben gedaan is een klein beetje een liedje geoefend. Ja. En ik denk dat jullie het liedje wel kennen. Ik heb het eerder gespeeld, maar ja, ik heb het natuurlijk nog nooit eerder met Bibi gezongen. Ja, ze doen het super goed. Dus ik ga een klein beetje een intro spelen. Okay. En dan kan je gewoon inzetten wanneer je wil. Oké. Okay. Nee, niemand weet wat er in de sterren staat. Maar je bent niet alleen wat er dan ook komen gaat. Al voel jij je zo klein. Jij dat ik verdwijn, weet dat ik je nooit verlaat. Wauw! Gek privéconcert hier. Ja, jongens. Inderdaad. Zo leuk, je zingt super goed. Dankjewel. Yes! En het is altijd lastig om tweede stem te zingen. En dit liedje is zo mooi met tweede stemmen. Zullen we gewoon nog wat meer liedjes oefenen en gaan spelen? Ja. Gitaar is altijd leuk entertainmentmiddel, toch? Ja. Yes. Oh, het is echt heel erg gezellig hier. We houden het redelijk goed vol. We hebben lekkere leuke gesprekjes en zo. Alleen nu heb ik best wel veel trek. Ik ook. Heel veel eigenlijk. Ja. Nou, we hebben wel een aantal snacks gegeten natuurlijk. Ja, maar het is nu al tijd voor avondeten. Het is eigenlijk best wel laat al. Ja. De tijd is zo snel gegaan. Het gaat wel echt snel, ja. Waar heb je eigenlijk gewoon zin in, Bibi? Pizza. Ja? Oké, ja, is goed. Pizza? Ga eventjes iets opzoeken. Hebben we misschien een pizza plek hier zo? Oh ja. Ik zou graag een pizza willen bestellen. Nee, het valt best wel op. We zitten namelijk in een roze limo in het parkje. Ja, kan dat? Oké, tot zo. Doei doeg. Oh my goodness, Bibi. Gewoon, het kan gewoon. Ja, inderdaad. Wow, het ziet er echt donker uit buiten. Maar het valt eigenlijk wel mee, want ik denk omdat deze... Dat dit geblindeerd is. Ja, inderdaad. Oh, volgens mij zag ik iemand. Ja. Ja? Oké, de pizza komt eraan. Wacht. De pizza. We moeten eventjes het raam naar beneden doen. Tada. Oh, ik heb trek. Hallo. Ja, dankjewel. Bon appetito. Het ruikt heerlijk. Dank je. Het is ons gewoon gelukt. Yes. We hebben pizza. Wat zit erin? Nou, ik denk wel een pizza, toch? Ik denk een pink limo. Ja. Oeh, oh nee, hij is ongesneden. Hoe gaan we dit doen? We scheuren het wel gewoon. Scheur jij het maar eventjes door de helft. Oh, help. Ja, doe maar. Okay. Ja hoor, mag van mij. Jongens. Ja? Oh, hey, nog best wel goed. Nou. Jongens. Kijk eens hoe netjes. Hoe dan? Got it. Woehoe. Ik schrijf even dat je lekker op. Kom maar naast me. Thank you. Oh, wat een gezelligheid. Okay. Mag jij de grootste, omdat je zoveel trek had. Dank je. Yeah.
Oh, dit ziet er echt zo gek uit. Proost. Eet smakelijk, hè? Eet smakelijk, ja. Mm. Ah, het ruikt lekker. Mm. Is het ook lekker? Ja! En voor mij wel. Ja, dat is heerlijk. Wow. Geniet er lekker van. Ik heb een heel erg leuk idee. We gaan een film kijken. We gaan een film kijken. Ja. Want kijk, we hebben hier natuurlijk het scherm. En het begint donkerder te worden. Ja. Dus het geeft echt gewoon dat bioscoopgevoel. En ik heb van tevoren nog eventjes een beetje research gedaan op de limo. En ik dacht dat ze misschien dus wel een dvd-speler zouden hebben. Ik dacht dan, hoe gaan we een film kijken? Dus ik ga eventjes grabbelen in mijn tas. Oh, kijk, daar is die. Dat is een leuke film, toch? Want, ja, leuk. Want jij speelt erin. Woehoe. Wacht. Ja? Nee, dit meen je niet. Jij speelt er ook in. Ah. Kom, we gaan het er gewoon lekker in doen. Yes, daar is die dan. En oeh, stop hem erin. Het grote moment, jongens. Satisfying. Oeh, de lichtjes gaan aan. Ja. En Harry. Oh. Het scherm is aangegaan. Yes. Hij doet het gewoon. Hij doet het. Wat is dit? Ja, pak je pizza erbij. Pizza erbij. Oh, wacht. Vivi, wat wil je drinken? Ik vind Fanta wel lekker. Fanta? Oh ja, we gaan gewoon eventjes... Oké. Steek er gewoon handig uit. En dan wil ik ook wel een Fantaatje. De film gaat beginnen. Wat een gezelligheid. Past ook helemaal bij de limo, al die vrolijke kleurtjes. Ja, precies. Helemaal leuk. Wij gaan in ieder geval nog eventjes lekker genieten van deze film en de pizza party. Yes. Okay. Volgens mij willen we nog heel lang wakker blijven, of niet? Ja, altijd. Nee, Vivi, dat is niet het geval. Sorry. Maar ik denk dat het toch tijd is voor jou om te gaan slapen. Om het wel zo eerlijk te maken, ga ik dan ook naar bed. Alleen er is nog wel één probleempje. Want wie gaat waar slapen? Ik ga hier slapen. Ja, ik ga hier slapen. Nee, ik heb het al gekregen. Nee, ik ga hier. Weet je wat? We doen het helemaal eerlijk. Steen, papier, schaar. Oh, daar ben ik echt slecht in. De winnaar die komt op deze lange bank. En de verliezer komt op het bankje hier achter me. Oké. Okay. Steen, papier, schaar. Nee! Weet je wat wel het voordeel is? Nou. Dat jij klein bent, dus je past vast op dat bankje. Oh, dat ziet er echt zo zielig uit. Nou, weet je wat? We moeten het hiermee doen. Ja, we moeten wel alles eventjes verschuiven, want hier kan je natuurlijk niet op slapen. Nee, pizzadoos. Alle spullen zijn lekker verschoven. We hebben hier onze dekentjes. Jij hebt er ook eentje. Oh, je ziet er heel erg gezellig uit. Strek je benen eens uit. Oh, het kan nog wel. Je hebt nog een beetje ruimte bij je hoofd. Ga je het een beetje redden, denk je? Ik ga het wel redden, ja. Oké, helemaal goed. Dan ga ik ook alvast eventjes liggen. Zo. Oh, wat lekker hoor. Gewoon helemaal uitgestrekt te liggen. Ja, ik ben wel niet jaloers. Ik ben al jaloers genoeg. Best wel eng eigenlijk. Ja, vind je het donker. Oh, ik zal je beschermen. Maak je geen zorgen. Doe jij je lamp uit? Ja. Oké, daar gaan we dan. Welterusten. Welterusten, Jamila. Tot morgen. Goedemorgen allemaal. Ik zit hier dus in de limousine. Ik ben net wakker geworden. Jamila slaapt nog. Ik heb net even de camera gestolen. En dan ga ik nu Jamila, want zij ligt natuurlijk lekker op de grote bank. En ik moest op dit kleine bankje slapen. Dus ik ga wraak nemen met het kussen. Het moet heel zachtjes zijn. Oké. Word wakker, Jamila! Jamila, word wakker! Ben je wakker? Ja. Heb je wel lekker geslapen? Ja, ik heb heerlijk geslapen. En jij? Ja, nee, echt niet. Nee? Oh. Nee, eigenlijk niet. Oh, sorry. Maar... Wil je hier slapen? Ja. Mag wel hoor. Ik wil hier slapen, ja. Oh, heerlijk. Zo, alsjeblieft. Al de kussens even vasthouden, zodat je mij niet past te gaan slapen. Oké. Okay. Nee. Oh, hoe moet ik nou weer wraak nemen? Oh, ik weet het. We hebben hier een flesje water. Nee. Oké, vooruit. Bibi. Weet je hoe laat het is? Bijna 11 uur. Wow. Weet je wat dat betekent? Dat het gewoon bijna 24 uur is sinds dat we hierin zijn gegaan. Heb je een beetje zin om eruit te gaan? Ja, nou, ik vond het heel leuk. Een hele leuke ervaring. Ook hier slapen, zeg maar. Het is echt heel leuk. Maar we hebben de hele tijd gezeten of gelegen. Ik heb ook wel zin om gewoon weer eventjes goed mijn benen te strekken en lekker te staan. Oh, het is tijd. Is het tijd? Ja, kom erbij zitten. We gaan aftellen. Daar gaan we dan. 3, 2, 1, go! Woehoe! Ja, daar ga je, baby! Yes! Oh my goodness! We hebben het gedaan! Yes!
Yes! Ik vond het geweldig. Wat een geslaagde challenge. Yes. Kijk nou naar hoe ontzettend prachtig de limo eruit ziet. En het feit dat we hier uit zijn en het aan het vieren zijn, betekent natuurlijk dat deze challenge is geslaagd. Yes! 20 second wrap out. Roos, Gabi, Lore, Blog en Jorinda, Lara. Talia, Bursa, Carly, Zette en Imani, Mara. Melia, Iris, Mila, Cedo en Jo, Amy, Anna. Tijger, Lely, Daphne, Frederik, Sophie, Leanna. Cool, Honey, Chelsea en Jacinta, Lucy, Ella. Lulu, Love, Veve, Ilke en Marle, Estrella. Amona, Viraj, Wendy, Nina en Jeline. Amarissa, Amber en Noelle, Natalina. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent dit dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En wil je nou ook heel erg graag met jouw naam en je reactie in de 20 second wrap-out komen van volgende week? Dan kun je daarop kans maken door er gewoon eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. Makkelijker dan dat kan het niet natuurlijk. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!